Eerste keer WP. Wie was niet bang voor dat? Ik was... Wie was niet bang voor dat? Ik was wel bang, man. Jij was niet bang voor dat? Waarom zou je bang voor dat? Ik was bang, man. Zenuwachtig. Je pie gaat toch wel... Wil je niet juist gewoon van, oh, dit? I was ready. Kijk, iedereen was al... Ik ga jullie een grote confession geven voor man. Dit gaat niemand geloven misschien. Dus iedereen bij mij om me heen was al een soort van actief. Weet je, ik was nog niet per se actief. Eén dag kon ik, zeg maar... Dus ik had ook een soort checkie. Activeren. Ja, toch? Ik kon activeren. I could get activated. Yeah. En, zeg maar, samen... Get dus, your dick wet. Ja, I could, God get, damn. I could get my dick wet for the first time. Dus die mattie van mij... Die is, zeg maar, met de vriendin. En ik ben dan, zeg maar, met die vriendin van die vriendin. Zou je wat doen? Klein, ik was nog wat. Ik weet niet veel, 16, 17 of zo. En ze dan, zeg maar... Het was een spot, weet je toch? Ik kon ook vallen daar zo. I was like, ik moet brood gaan halen voor mijn moeder, man. Ik zweer het. Ik durfde niet, man. Ik zei bij mij, zeg maar, vanaf die, van 16, 17, totdat ik... Nog steeds als deze boys mij zien, zeg maar, gooien ze dat. Ik moet brood gaan halen voor mijn moeder. Ik zweer het. Shout out aan Thijs en Dave, ja, man. Nog steeds als die mannen mij zien, die mannen zeggen nog steeds... Man, weet je nog? Je moest brood gaan halen voor mijn moeder. Ik zweer het. Ik was koud bang voor die shit. Kerst confessions. Ja, maar ik was echt bang voor jullie. Maar jullie niet? Nee? De eerste keer weet ik ook wel dat ik al... Turk, kijk, Turk. Het ging snel, broer, maar ja, ik was heel zenuwachtig. Ja, broer. Gewoon heel zenuwachtig, weet je toch? Angstig. Gewoon leuk. Was spannend. Woehoe! Achterbaan. Nee, maar gewoon die vibe van je weet niet of je het wilt doen, toch? Ja. Je weet niet of je het nu wilt verliezen of niet. Ja? Was jij daar zo... Niet verliezen, maar durf. Oh. Nee, ik was bang gewoon, zeg maar, voor... Om, zeg maar, show my parts. Zeg maar, dat was, zeg maar, gewoon een ding toch van, zeg maar... Weet je toch wat ik bedoel? Rip de dik uit. Ja, dat ook. Ja. Ik hoor je, man. Normaal, als je dat voor de eerste keer... Ja, toch, dat is toch zeker... Ja, man. Tuurlijk, zeg, nee. Ik vond het niet eng, broer, maar wel spannend. Je weet toch? Oh. Maar niet eng, spannend, man. Kan jij? Ja, gewoon... Niet bang, maar... Wat hij zegt, woe! Kevin, hè? Ja, ook gewoon. Het ging snel. Ja, maar snel. Daarna ben je gewoon hyped. Snelle transactie, nee. Snelle toch? Ah, wat is van, oké. Okay. Ik zeg je eerlijk, man. Laten we alsjeblieft een code erop praten. Ik zeg je eerlijk, de eerste keer dat ik die shit zag, ik dacht gelijk. I don't want to touch that shit, bro. That shit. Flabbergasted. I don't want to touch that shit. Ik had al wel piano gespeeld en zo daarvoor. Ja? Yeah? Maar! Dat is niet zo leuk. Ik Poëtisch. Ik had wel piano gespeeld. Like, Hoe ging de eerste keer pony eten dan? Als je, zeg maar, bang was. Nee, toen was ik al erin. Dus hoe ga je van dat... Toen was ik al erin. Hoe ga je van toen dat naar... Toen was ik al erin. Naar hoe je nu bent. Toen was ik al erin. Ervaring. Nee, maar kijk, zeg maar, ik ben een guy als ik ergens instap... I wanna know. Daarom stap ik in bepaalde dingen, kan ik niet instappen. Mm. Snap je? Zeg maar, voor sommige peoples of, zeg maar, voor sommige guys is het nu ook, zeg maar, gewoon tof om af en toe een pilletje te doen of af en toe een... Ik kan niet dat doen, want als ik, zeg maar, dat doe, I'm gonna go in. Begrijp ja, wat ik bedoel? Ja, zeker, zeg maar. Zeker. Ik ben, zeg maar, die guy die, zeg maar, van... Hier toch? 0-200. Ja, gewoon heel goed. Alles of niets, bro. Alles of niets. Ik heb nog niet gesteld, man. Welke vraag? Chap je billen? Hé, hey, broer. Hé? Natuurlijk niet. Hé? Nee, man. Je doet het, hè? Nee, man. Je doet dat niet, bro? Chap geen billen, man. Love you, bro. Ik heb je al gezien. Love you, bro. Ja? Ja. Love you, bro. Love you, bro. Love you, bro. Ik had je wel gezien voor die guy. Chap jij billen? Amma zit maar tien. Ik heb het al gezegd. Iedereen aan deze tafel. Chop Billy Gang. Jonah, heb je... Chop Billy Gang, man. Ja, ja, man. Je bent Chop Billy Gang. Ik heb een speciale fragment op social media staan, man. Ze hebben me verbrand. Daarom kan ik niet zeg maar, in bepaalde dingen gaan, zeg maar. Dus ik in bepaalde dingen ga, zeg maar. Ik ben niet daar.